Hoi allemaal en welkom bij de derde aflevering van Lekker Bezig. Vandaag gaan wij lantaarntjes maken van frisdrankflessen. En ik ben gisteren vergeten te zeggen, maar we gaan er ook eentje maken van een melkpak. Dus als je nog geen frisdrankfles hebt en je hebt wel een melkpak, kan je ook gewoon een lantaarntje maken. Voordat we beginnen met de activiteit, wil ik jullie er even op wijzen dat er op dit moment heel veel mooie acties zijn. Dus heel veel via Facebook te vinden. Dus mocht je je nou vervelen, doe iets leuks voor een ander. Ik weet dat de organisaties van MOSA Zorggroep en ook Envida hebben opgeroepen om kaartjes te sturen naar de zorgcentra. Dus maak een leuk kaartje voor de oudere mensen daar die nu geen bezoek mogen ontvangen. En stuur het vooral op. Ga het niet langsbrengen, maar stuur het met de post mee. En dan kunnen de oude mensen allemaal een leuk tekening of leuk kaartje ontvangen van jullie. Dat zou natuurlijk super leuk zijn. Verder bieden we van alles aan op de Facebookpagina van Traject. Al mijn collega's zijn in de weer om voor jullie online activiteiten aan te bieden. Collega's van Wit Vrouwenveld en van Malberg en ook van Daalhof, die posten regelmatig op hun Facebookpagina's leuke activiteiten waarin je of live kan meedoen of die je thuis zelf kan maken. Dit wordt als het goed is gewoon allemaal gedeeld op de Traject Facebookpagina. Dus mocht je je echt vervelen, ga daar lekker op kijken. Er staan allemaal leuke dingen om te doen. En kijk vooral verder naar ook wat de andere organisaties doen. En nu gaan wij beginnen met onze lantaarnactiviteit. Wat we nodig hebben is een melkpak of een frisdrankfles. Lijm. Een beetje touw of lint. Een meetlintje of een liniaal. Een kommetje en een kwast voor de lijm. Een stift. Creppapier of gekleurd papier. Schaartjes, een kwast en verf. Voor het eerste ontwerp gebruiken we een frisdrankfles. Nou, wat je doet, is je pakt je meetlint. En die zet je vast op 10 centimeter. Als je zo'n rolmaatje hebt, dan kan je hem vastzetten. Met gewoon een liniaal kan het ook hoor. Maar dan moet je hem er dus gewoon even tegenaan houden. Dan pak je je stift. En dan ga je vanaf de onderkant van de fles, steeds bij de 10 centimeter, zet je een streepje. Zo. Wat ik dan meestal doe, omdat streepjes zijn nooit helemaal gelijk, is dan ga ik eventjes gewoon met de stift nog even langs alle streepjes. Om er toch een beetje voor te zorgen dat ze overal ongeveer gelijk zijn. Zo. Heb je dus zo'n streep op je frisdrankfles? En daar ga je knippen. Dat is natuurlijk een beetje lastig, want je moet eerst een gaatje maken. Dus ik heb zo'n gaatje met een scherp puntje. Dus zet je gaatje op streep. Leg je frisdrankfles zo neer. En dan duw je je gaatje. Erin. Heb je schaatjes dus in de fles en dan kan je hem gewoon langs de streep af kan jij gaan knippen. Zo. En dan heb je alleen nog maar de onderkant van de frisdrankfles. Die voor mij is een beetje vervormd, want het was al een wat oudere frisdrankfles. Maar heb je een nieuwere frisdrankfles, dan heb je een mooie ronde vorm. Deze, de rest van de frisdrankfles, kan je gewoon bij het plastic afval doen. Als je dus je frisdrankfles hebt geknipt, dan pak je een velletje papier, gekleurd papier. Hoe dunner, hoe beter. Dus karton is niet zo handig, maar gewoon A4 papier, dat is goed. En kijk eventjes eerst of je papier goed helemaal om de fles heen gaat. Nou, je ziet bij mij, lukt dat inderdaad? Dus ik weet dat ik hem zo moet hebben. En dan ga je weer 10 centimeter aftekenen.
Wat heel makkelijk is met papier. Dus eigenlijk als je hier en hier een stipje hebt gezet. Dan vouw je hem daar dubbel. En dan zorg je ervoor dat de randjes goed op elkaar zitten aan de zijkant. Zo. En dan vouw je dat eventjes dubbel. En dan kan je op de vouwrand kan je knippen. En dan weet je ook dat hij helemaal mooi goed gelijk is. Zo, dan heb je een strookje. Dat strookje kan helemaal mooi om je lantaarntje heen. Nou, omdat het gewoon alleen gekleurd papier is, is natuurlijk niet zo leuk. Dus ook hierin gaan we vormpjes maken. En dat kan je natuurlijk weer het makkelijkste doen door je papiertje dubbel te vouwen. En dan teken ik weer een hartje. Want een hartje is gewoon het makkelijkste. En dan knip je die uit. En hebben we een leuk hartje. Nou, gaan we naar de andere kant. Vouw je hem even helemaal dubbel. En daarna vouw je hem dus nog een keertje. Zodat je weer het hartje voor de helft ziet. Doe je voorzichtig met je stift er zo langs. Knip je die ook uit. Moet je even goed opletten dat je alleen in het onderste stukje knipt. En dan hebben wij een papieren strook met twee hartjes erin. Pak ons flesje. Pak een bakje. En een flesje lijm. Nou, doe je gewoon even een beetje lijm. Doe je in het bakje. Het is namelijk het handigste om de lijm zo dun mogelijk op de fles te doen. Dus als je een beetje lijm in je bakje doet. En je doet het met een kwastje. Dan kan je dus gewoon heel dun de lijm over de fles heen schilderen. Dus dat gaan we nu doen. Zo, zorg ervoor dat hij goed bedekt is. Zodat je makkelijk je kartonnetje erop kan plakken. Zet je hem op tafel. Pak je je strookje karton. En dan ga je dat dus ervoor zorgen dat hij op de bovenkant goed erop geplakt zit. Dus als je hem daar goed zo doet. En dan veeg je hem over je gelijmde fles heen. Nou, je ziet het op het uiteinde. Hangt het papier een beetje te flapperen. Doe je gewoon even een beetje lijm op het overgebleven stukje papier. En dan plak je die er zo overheen. Tada! Laten we deze eerst even drogen. Dan gaan we even de andere ontwerpen maken. En dan aan het einde laat ik zien hoe je de gaatjes in kan maken. En je hem met een stukje touw kan ophangen. Oké, voor het tweede ontwerpje heb ik weer een stukje frisdrankfles afgeknipt. En ik heb een sterretje uit papier geknipt. En een beetje verf. Al op een kartonnetje gedaan. Wat je dus nu doet, is hetzelfde als het stencilen wat we 2 dagen geleden hebben gedaan.
is dan leg je je sterretje waar je wil, leg je hem op je frisdrankfles. En dan ga je de fles schilderen. Nou, dan ga je dus over het sterretje heen. En dan is het de bedoeling dat de plek waar het sterretje zit niet mee wordt geschilderd. Hou je sterretje een beetje tegen tijdens het schilderen. Want anders verschuift hij, zie je, dan gaat hij al een beetje. En dan krijg je de verf niet mooi op de frisdrankfles. Dus als je verschuift, leg hem weer een beetje goed. Pak het sterretje weer vast. En dan gaan we zo verder. Zo, als je nou één kantje gedaan hebt, pak hem er dan af. Zie je? Ga je naar de andere kant. Ik doe de 3 sterretjes op. Dus dan ga je naar de zijkant. En dan leg je weer sterretje. En dan ga je er weer zo met verf overheen. Goed vasthouden, je sterretje. En dan doe je er nog eentje. Op de andere zijkant, zo. En dan haal je hem er weer vanaf. Tjoep. Zoals je ziet ben ik eerst langs het sterretje gaan schilderen. En nu ga ik de rest van de fles schilderen. Hou hem gewoon zo in je hand. En dan ga je nu de kanten beschilderen waar nog niks zit. En let dus goed op, want hier gaat het bij mij al een beetje mis. Dat je niet over je sterretjespatroon heen schildert. En in dit geval schilder je ook de onderkant mee. Maar let goed op voor je sterretjes. Goed kan zien, maar hij is helemaal beschilderd, behalve de stukken waar de sterretjes zaten. Haal hem voorzichtig van je hand af en dan zet je hem op zijn kop neer om te laten drogen, voordat je er een lintje in gaat doen. Voor het derde ontwerpje pak je een melkpak. En ook hier weer ga je de 10 even zo om. Ook hier weer ga je 10 centimeter afmeten. Zo, tjoep. En dan moet je dus even opletten dat je dat aan alle kanten doet. Wat makkelijk is bij het uitknippen van het melkpak, is dat je eigenlijk zo op het hoekje. Het is even lastig om dit goed te laten zien. Een knipje kan maken. Als je schaar goed genoeg is. Dus je moet even het scherpe punt van je schaar vinden. Ja, ik heb hem. En dan schuif je zo je schaar erin. En dan kan je gewoon rustig aan doorknippen. Heb je hier je stukje melkpak. Nu gaan we dus vormpjes uit het melkpak halen. Dus ik heb weer een hartje getekend. Dezelfde manier zoals net. Ook weer even goed vasthouden. En dan ga je met de stift ga je die overtrekken. Zo. Zo. Nou, pak je dus weer je scherpe puntschaartje of pak een prikpen. Als je thuis een prikpen hebt, kan je dit natuurlijk ook makkelijk uitprikken. Ik moet hier weer een gaatje maken. Doe dit voorzichtig of doe het samen met je ouders.
En dan moet je even een beetje pienerdag dit eruit knippen. En dan heb je een leuk hartje eruit. Dat gaan we ook doen op de drie andere kanten. En dan heb je dus aan alle kanten een hartje eruit geknipt of geprikt. Vind je het nou lastig om dit alleen te doen? Vraag dan gewoon je ouders eventjes om hulp. Want het is niet heel makkelijk. En je moet het eventjes onder de knie krijgen. Nou, ik heb nog veel blauwe verf over van net. Dus ik ga ook mijn melkpak eventjes blauw schilderen. Als je melkpak beschilderd is, dan gaan we door met creppapier. Pak nou een hartje wat je net uit het melkpak hebt gesneden of geprikt. En leg dat op je creppapier. En als je daar dan zometeen omheen knipt. Als je daar omheen knipt, dan weet je ongeveer hoe groot stukje creppapier je nodig hebt. Dit is groot genoeg. En dan knip je 4 stukjes van. Als je melkpak gedroogd is en je hebt je stukjes creppapier geknipt, dan pak je weer je kwastje met je lijm. En dan ga je dus aan de binnenkant van het melkpak, ga je langs de randjes van je hartje, doe je met de kwast een beetje lijm. Zo. En dan ga je voorzichtig een stukje creppapier daar tegenaan plakken. Zo. Dan ziet hij zo uit. Nou, dat doe je ook bij de andere drie kanten. Als je klaar bent, dan heb je aan alle 4 de kanten een stukje creppapier. Superleuk. Als al je lantaarntjes goed gedroogd zijn, dan gaan we een touwtje aanmaken, zodat je ze ergens kan ophangen. Dus je pakt je bolletje touw, knip je een stukje af. Dan kan je natuurlijk zo lang maken zoals je zelf wil. Nou, er zijn 2 manieren om dat te doen. Kan of in je fles met een schaartje of een prikpen of iets anders om een gaatje mee te maken, een gaatje maken. Dan moet je dus voor zorgen dat je je tweede gaatje ongeveer tegenover het eerste gaatje maakt. Zo. Nou, dan pak je je draadje. En dan steek je je draadje door het gaatje heen. Als je dus een dikker draadje hebt, moet je dus een wat dikker gaatje maken. En leg je aan de bovenkant een knoopje. Als je dubbel knoopjes maakt, gaat hij niet zo snel los. En als je dat aan beide kanten gedaan hebt, dan heb je dus een hangend lantaarntje. Tweede optie is om hem met een nietje vast te zetten. Dus je pakt weer een stukje draad.
En je pakt de niet-machine. En dan leg je je draadje zo neer. Daar waar jij hem wil hebben. Doe je niet-machine eroverheen. En dan zit hij vast. Nou, doen we aan de andere kant hetzelfde. Dus leg het draadje weer neer. Niet-machine eroverheen. En dan zit hij vast. En ook dan heb je een superleuk hangend lantaarntje. Lukt dat nou alleen bij het melkpak met de niet-machine? Nee hoor. Lukt ook met de plastic fles. Kijk maar. En klaar is Kees. Nou, het is handig om je lantaarntje aan de onderkant een beetje te verzwaren. Wat bedoelen we daarmee? Dan bedoelen we, doe er even iets in wat een beetje zwaar is. Ik heb een beetje vogelenzand. Maar je kan ook wat zand uit de tuin pakken. Of je pakt wat steentjes. Maakt er niet zo heel veel uit. Als je dat in je lantaarntje doet. En je houdt hem omhoog. Dan blijft hij mooi hangen. Plus, op het zand kan je je lampje doen. Nou, zo heb je dus 3 hartstikke leuke lantaarntjes gemaakt. Van een paar frisdranken en een melkpak. Doe je nou geen echt kaarsje in? Want het is allemaal papier en het is allemaal plastic en dat smelt. Dus doe hier altijd alleen maar een lampje in met een batterijtje. Dat was lekker bezig weer voor vandaag. We zijn maandag weer terug met een nieuw filmpje. Maandag gaan we scrub maken, citroenenscrub. En je hebt nodig een citroen, zonnebloemolie, zout. En dat was het. De filmpjes die nu gemaakt zijn, die ga ik in een lijstje zetten. Zodat als je nou denkt, hey, ik heb er een paar gemist. Ik wil in het weekend toch nog wat leuks maken. Dan kan je makkelijk alle filmpjes terugvinden. Ik zie jullie maandag weer. Let goed op jezelf. Blijf gezond. En tot maandag. Doei!